iedereen ontzettend bedankt voor alle reacties op vlog 84 en de ingevulde enquêtes. Heel terecht kreeg ik de opmerking dat ik een aantal vragen niet had gesteld, bijvoorbeeld over de gezinssamenstelling en het wel of niet hebben van vloerverwarming. Belangrijke vragen die inderdaad veel toevoegen aan de enquête en wellicht een goede toevoeging voor volgend jaar. De resultaten van de enquête ga ik in twee vlogs bespreken en in deze vlog laat ik jullie de algemene uitslagen zien, zodat je kunt inschatten waar jij zelf nou zit ten opzichte van de overige antwoorden in de enquête. De volgende keer ga ik wat dieper graven in de antwoorden. Wanneer ik ga kijken naar het type woning, dan valt op dat er veel kijkers vrijstaand wonen of in een hoekhuis of een twee onder een kap woning wonen. En dat bij het merendeel de isolatie van de woning best op orde is. Bij de oppervlakte van de woning die structureel verwarmd wordt, zien we dat het gemiddelde oppervlakte ligt rond de 119 vierkante meter. Hier had de vraag over de gezinssamenstelling een goede toevoeging geweest. Dan de vraag over het type warmtepomp valt duidelijk op dat de lucht-luchtwarmtepomp bijna 50% betreft. En dat een ander groot deel de lucht-waterwarmtepomp is. Hier vinden we natuurlijk de mensen met vloerverwarming. Wanneer we het gemiddelde gasverbruik uitrekenen van de periode voor de warmtepomp, dan komen we uit op een gemiddelde van 1313 kubieke meter. Het aantal kilowatt van de warmtepomp is eigenlijk best wel breed verdeeld, valt mij op. Maar daar in de volgende vlog meer over. Wanneer we het gemiddelde gasverbruik uitrekenen met de warmtepomp, dan komen we uit op een gemiddelde van 321 kubieke meter. Bij deze vraag had natuurlijk ook de optie 0 moeten zitten. Gemiddeld genomen is dat een besparing van een kleine 1000 kubieke meter gas per huishouden. Wanneer we het gemiddelde gebruik van de warmtepomp gaan uitrekenen, dan komen we uit op een 2500 kilowatt aan stroom. Eigenlijk zijn dit cijfers die behoorlijk overeenkomen met onze eigen situatie. Uitgaande van de tarieven van het prijsplafond van 2023 komen we op een besparing uit van gemiddeld 436 euro per jaar. En een vraag die hier zeker gesteld had moeten worden is of het extra stroomverbruik gecompenseerd kan worden met zonnepanelen. Want dan is de besparing natuurlijk veel hoger. Een vraag die ik later nog heb toegevoegd is de vraag of men al geheel van het gas af is. Dat blijkt bij 36,6% al het geval. Bij de vraag of mensen hun huis goed warm krijgen, antwoorden 90% voldoende, goed of uitstekend. Dat is dus positief om te horen. Ook opvallend is dat maar zo'n 10% van de mensen met een warmtepomp last heeft van storingen. Dat is minder dan dat de berichten in de media soms doen vermoeden. Wel geeft de overgrote meerderheid aan dat de buitenunit wel eens in de ontdooistand gaat. En dat is bij de lucht-luchtwarmtepompen natuurlijk wel vervelender dan de lucht-waterwarmtepompen. Wat me ook opvalt in de antwoorden is dat de overlast van het geluid van de buitenunit beperkt blijft. Ook prettig om te zien. De overgrote meerderheid gebruikt de warmtepomp voor het verwarmen. Hierin zie je ook weer eenzelfde verhouding terug als bij de verhouding lucht-lucht en de lucht-waterwarmtepomp. Deze laatste groep zal ook het warm water hiermee realiseren. Wat mij ook positief verraste was het feit dat de overgrote meerderheid tevreden is met het systeem wat ze hebben en dat er maar een kleine groep ontevreden is. Daar ga ik volgende keer iets dieper op in, want daar zaten wel wat overeenkomsten in. Bij de prijs van het systeem ontstaat er ineens een gemêleerd beeld. De gemiddelde prijs komt zo'n beetje uit op 4374 euro, maar de prijzen lopen enorm uiteen afhankelijk van het systeem waarvoor gekozen is. Ook opvallend is de enorme diversiteit in verschillende merken. Volgende keer ga ik op zoek welke mensen nu zeer tevreden zijn over hun systeem en wat ze dan hebben, zowel duur als goedkoop. Maar ook welke mensen nou niet tevreden zijn over hun systeem en waarom en wat daar de mogelijke oorzaak voor zou kunnen zijn. Vind je dit interessant om te volgen? Geef een duimpje en abonneer je op dit kanaal. Tot de volgende keer. We'll be right back.